Een prinses redden zullen wij maar. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we uit Alexandria ontsnapt, zijn we met ons schip neergestort dankzij een aanval van de blauwe olifant. Hebben we besloten dat we alle voice acting in het Nederlands gaan zeggen. Dus als we nou met zinnen praten, dan is het van, in plaats van look around you, at this point, we'll be lucky if we can even defend ourselves. Zal het dus worden van, kijk nou eens om je heen. Op dit moment denk ik dat we van geluk mogen spreken dat we ons eigen kunnen verdedigen. Omdat Nederlands, ja, dat gaan we gewoon heel erg proberen. Wordt voor mij een challenge, wordt leuker. Ik ga het gewoon proberen, lijkt me hartstikke leuk. Maar goed, we zijn de prinses kwijtgeraakt door de explosie, dus die moeten we gaan zoeken. En onze baas is het er niet mee eens, maar ik heb scheid aan de baas. Dus eerst eventjes dit kistje even openen, want dan ben ik helemaal glad vergeten om dat te doen. Er zit een leatherhead in, die hebben we al genoeg, maar we hebben ook genoeg karakters dadelijk om die dadelijk te kunnen equippen. Dus laten we maar eens even naar onze baas gaan en die zit hier. Gezondheid. Heeft al lang genoeg geduurd. Ik ben in slaap gevallen, verdorie. Dus, je vertrekt, hè? Ja, ik heb er beloofd dat ik Garnet zou ontvoeren. Ik heb je niet gevraagd waarom. Maar ja, kan je niet. Ik kan de schuld niet aan jou geven. Ze ziet er mooi uit. Ach, ik denk dat dat wel een goede reden is. Nou, ik hoop dat je er klaar voor bent. Want ik ga je helemaal in elkaar slaan voor de regels te breken. Ja, ja, whatever. Oké. Ga zo snel mogelijk hier naar de cargo room hiernaast. Daar hebben we meer ruimte. Oké, dus we moeten met de baas gaan vechten, omdat de baas is het er niet mee eens dat we de regels van onze groep Tantalus breken. Dus laten we dat maar gaan doen. Is eventjes heel erg handig om eventjes te laten zien, want dit is... are you ready? Ja, we zijn klaar. Maar dit is dus eigenlijk dus... ik hou me niet in hoor! Nou, moet je zelf weten. Dit is eigenlijk een battle die vrij simpel is, aangezien dat het enige wat je hoeft te doen is hem aan te vallen. Maar hij heeft één item dat we van hem willen stelen, dat is namelijk de Iron Zwaard. Dus wat we willen doen is, je wil je health altijd boven 40 houden. En we pakken als eerste de high potion, daar ben ik niet heel blij mee, maar goed. En we willen dus stealen totdat we een iron sword pakken. En zoals je ziet, we krijgen hier 36 schade, je wilt in alle tijden echt je HP boven de 40 houden. We moeten wel snel gaan aanvallen. Mis, sorry. Omdat zijn aanval zit zo tussen de 20 en de 40. Dus je wil hem zeker. Af en toe struikelt hij nog wel eens een keer. Dus dat geeft jou weer een extra beurt. Dus dat is alleen maar handig. Oh, kom op. Maar ja, als je hem dus zeg maar. Als je je HP boven de 40 houdt, zit je hier wel goed. Let wel op, vanaf dit moment is het dus. Op het moment dat je een game over krijgt. Of als je geen HP meer hebt, dan is het een game over. En daar hebben we de Iron Sword. Dus we kunnen eindelijk beginnen met aanvallen. En wil ik alleen eens kijken hoeveel schade dat hij doet. Om boven die 40 te blijven. Wat doen we? Ik denk dat het best is om een potion te gebruiken, hoor. Hij valt aan. Ja, potion. Potion op meneer Zee. En nou is het gewoon eigenlijk een kwestie van non-stop aan blijven vallen. Volgens mij heeft hij ook verder geen items meer. Tenminste, zover ik me eigenlijk herinner. Een Iron Sword is heel erg handig voor Leroy later in het spel. 32. Nou. En op dit moment heb ik ook nog niet echt heel erg veel HP. Dus ja, dat kietelt. Ach, sodemieter erop, man. Dus ja, je wil een beetje zeg maar het in de gaten houden. 1 op 1 kan een beetje boring zijn, maar het wordt later dus een stuk beter. Omdat we dan meer party members gaan hebben. En waardoor dat we dus zeg maar meer stuff kunnen krijgen. Je zult beter moeten vechten dan dat! Jongen, geef nou maar gewoon op. Je weet dat je me niet kan verslaan. Want ik heb de kracht van potions. Potions, Towler. Oh, Towler zit nog niet bij ons in de team. Ik deed eigenlijk niet zoveel schade. Volgens mij moet je hem iets van 3-4 klappen geven. Dus op zich valt dit wel mee. Dus, en het valt me nog eigenlijk mee dat ik geen Bagu-grap heb gemaakt, omdat zijn naam Baku is. Lijkt op Bagu. Oké, nou, ik zit nog goed. Ik zit op de 51. Swing! Zijn we klaar? Nee. Dus dat wordt weer een potion. Want ik weet namelijk, nou gaat hij me raken en dan zit ik onder de 40. En, je wil niet onder de 40 zitten, dus... Potion? Oh, nee, was mis. Ik had gewoon nog een aanval. Maakt niet uit. Better safe than sorry. Nou, het probleem is, ik heb dit eigenlijk allemaal al een keertje gedaan. En dat zul je dadelijk ook wel zien bij de save file. Maar het probleem wat ik dus eigenlijk had, is... de audio was te luid opgenomen. En die kon ik dus zeg maar niet goed zacht te zetten. Want dan zou mijn stem ook weer in één keer zachter gaan. Omdat de PlayStation manier moet ik heel anders... Oké, je hebt gewonnen. Moet ik heel anders opnemen met mijn capture card. Dus dat gaat dan weer tegelijkertijd.
En mijn geluid stond veel te hard, dus mijn stem was bijna niet te horen. En dat was eigenlijk best wel een nadeel, dus ik heb het nou een beetje zo veranderd. Oh, verdorie. Gefeliciteerd, ik stomp je in je maag. Nou, ga je prinsesje zoeken. Hij is wel behoorlijk vrolijk voor iemand die net verloren heeft. Ah, dat deed pijn. Hij weet hoe dat hij moet stompen. Zeker die laatste. Ouch. Ach ja, maakt niet uit. We hebben in ieder geval gewonnen. Dus we zijn nou vrij om weg te gaan. Maar ja, daar hebben we toch wel eventjes een beetje meer partymembers voor nodig. Dus dan denk ik dat ik die roesbak Leroy maar ga vragen. Maar zeker ook de touwlag. Nou, Leroy die staat hier te wachten. Dus Ah, kom op. Je bent te oud om met poppetjes te spelen. Hou je mond! Een rat zoals jij zal het nooit begrijpen. Ik ben gewoon behoorlijk over de zeik. Ik maak me zorgen over de prinses. Als alleen jullie dieven je niet hadden gekidnapt, dit is allemaal jullie schuld. Ja, ja, wat dan? Als er iets gebeurt met de prinses, ik hang jullie op. Ik hak jullie koppen eraf. Doe nou eens rustig aan, man. Mijn lood. Serieus, we gaan nou voor de zoeken. Wil je mee of niet? Alleen als je lief bent. Wat zeg je, Roesbak? Roesbak? Ik ben Albert Leroy G, kapitein van de Knights of Pluto. En ik zal nooit werken met jullie dieven. Kapitein? Nou, ik wist dat je wel iets was, maar een kapitein met dat goede koper, roestige armor. Nou, het heeft niks te maken met Tantalus of wat dan ook, met heel die groep waar ik hiermee samenwerk. Dit is iets wat ik zelf heb besloten. Ik wil gewoon de Garnet redden, ja? Je zal maar niet moeten liegen tegen mij, jongen. Want als jij aan het liegen bent, ik zal niet aarzelen om jou te vermoorden. Ja, ja. Ik reken op je, Roesbak. Maak geen fouten, jongen. Ik ga alleen maar met je mee om de prinses te helpen, te redden. En daarna ga ik persoonlijk met jou afrekenen. Het zal wel. Het zal misschien wel moeilijk zijn met twee van ons. Misschien moeten we Master Centaurus zijn hulp ook wel gebruiken. Waarom noem je hem Master? Jij sukkel! Dat is een Black Mage. En die heeft gewoon onuitbare krachten. Ik weet niet wel hoe. Ik wil hem er eigenlijk niet bij hebben. Omdat, ja, hij heeft er niet veel mee te maken. Maar ja, het kan niet geholpen worden. Hij is krachtig. We hebben Master Taulus zijn krachtig nodig om de prinses te redden. Nou, oké. Okay. Laten we maar even met Taulus gaan praten. En trouwens, er staat een kistje. Waarom loop ik hier weg? Ik wil daar niet weglopen. Ik wil een kistje hebben. Dus terug. Terug. Nou, dat zwaard wat we net hebben kunnen jatten van de baas. Dat is dus wel handig. Wat we dus zeg maar kunnen gebruiken voor onze... Waarom sta jij boven mij? Dat denk ik toch van niet, hè? Nee, maar dat zouden we dus eventueel kunnen gebruiken. Wat we dus zeg maar hier kunnen zien. Het enige nadeel is, we moeten Beastkiller nog verder leren. Dus ja, we moeten nog helaas nog eventjes mee wachten. Kan ik trouwens nou jouw ability zetten? Ja, toch? Ja. Oké, nou, Birdkiller zorgt voor extra schade tegen vogelvijanden. Bug werkt hetzelfde als voor insecten. Beastkiller werkt heel erg handig voor de rest. Heb ik... kan ik jou iets hier geven? Ja, antibody. Dat zorgt ervoor dat hij niet vergiftigd kan worden. Nou, Leroy, je bent in ieder geval goed geëquipt voor een roesbak die je bent. Dus laten we maar eens heel eventjes naar Master. Maar ik snap niet waarom dat je Master noemt, maar goed. Hij is heel erg sterk, dat geef ik heel eerlijk toe. Maar serieus, Master, dat is nergens voor nodig. Oh, de Taulig gaat nou echt zo van, ik ben jouw Master, jongen. Pas erop, hè. Red shell tegen je kop aan. Maar goed, nou, Taulig, we zijn klaar om te gaan zoeken naar de prinses. Oh, nou, dat is mooi. Succes en wees voorzichtig, oké? Okay? Nou, eigenlijk vroegen we ons af of jij met ons mee kon gaan. Maar ik kan niks doen. Master Taulig, serieus, luister. Jouw magie was super effectief tegen dat monster. In alle eerlijkheid, ik weet zeker, jouw kracht is veel groter dan deze marmot die hier staat. Ja, maar ik ben bang. Ik ben gewoon bang, ja? Ik kon nog niet eens bewegen de laatste keer. Ik bedoel, serieus, ik werd gevangen genomen, kon helemaal niks, maar dat stond in het script. Alsjeblieft, meneer Taulig. Alsjeblieft. Voor het lot van prinses Garnet. En voor heel Alexandria. Ik ga hier op mijn knietjes en vraag jou om je hulp. Goed zo, Leroy. Kom op. Zelfs Roesbak gaat op zijn knietjes. Je bent een Black Mage, serieus. Laat zien wat je kan. Nou, kom op. Meegaan? Laten we gaan. Oké, ik doe mijn best. Hoe ben ik in godsnaam in dit spel terechtgekomen? Dankjewel, Master Taulig. Roesbak, hou je klep. Master Taulig. Ja? Ik, ik had even een vraag over jouw zwarte magie. Ik wil een experimentje proberen. Luister, als jij nou eens eventjes, weet je, en dan... Een magisch zwaard? Dat kan ik wel proberen. Ja, en dan ga ik kracht even erin gooien. Dat is leuk. Oké, dus we hebben Roesbak en Taulig.
Dus even kijken of we de Towler nog eventjes extra equipment kunnen geven. Want hij kan dus vuurspreuken. We kunnen hem extra evade magic event geven als we hem een armband geven. En we kunnen hem ook de spel Thunder leren, waardoor dat hij nou als een Pikachu een donderaanval kan doen. Helaas hebben we nog niet echt maar tot we die magische kristallen ergens in kunnen doen. Zoals antibody en alles. Dat heeft Towler nog niet. Maar ja, die heb ik zelf persoonlijk ook nog echt heel weinig. Dus we hebben er heel erg weinig aan op dit moment. Nou zijn we eigenlijk met een team van 3. En nu komen we dus eindelijk ergens waar dat we naartoe willen komen. Sheesh, je gaat recht achteraan, hè? Ik kan hier gewoon niet alleen achterblijven als er een meisje in probleem is. Dat gaat tegen mijn natuur in, joh. Ja, het zal wel. Je zit vol met gelul, man. Oh, ik snap het. Jij bent jaloers, dat ik krijg een mooie vriendinnetje. Staat in het script, kan er niks aan doen. Pff, serieus, ze is nog niet eens mijn type. Ik kom hier alleen maar om even dit te geven. Ah, je bent altijd aan mij aan het denken. Ah. Maar luister, een liefdesdrankje heb ik niet echt nodig voor deze. Waarom kun je nooit je kop houden over vrouwkes en gewoon luisteren? Omdat dat in mijn script staat. Dit is medicijn dat ik die Black Mage en die ridder heb gegeven. Dit is een soort van zaadremover, weet je wel, voor zaterdag en zo. Ah, geweldig. Nou, dan komt er nou niet. Dankjewel. Dus, graag gedaan. Waarom moet ik je ook altijd helpen? Oh, trouwens, hier is een kleine tip van de baas. Je moet je abilities nog zijn L gedaan, joh. Maar in mijn script staat dat ik nou moet vragen hoe dat je dat doet. En dan ga je dat uitleggen. Serieus, het is zo basic. Daarom juist. Maar ja, toch bedankt. En ik zie je wel wanneer dat ik je zie. Wat dacht je van nooit? Sorry hoor, blank. Nou, dan kunnen we met Marcus praten. En die zegt regels zijn regels. En hij moet ons dus zeg maar op kosten jagen. Omdat we niet meer in de groep zitten. Dus we willen wat potions kopen. Potions. We hebben potions nodig. Antidotes willen we ook wel een paar kopen. Eyedrops die willen we zeker kopen, want die gaan we nodig hebben. En voor de rest denk ik dat ik nog eventjes een paar Phoenix Downs koop. Just in kaas, met een broodje gezond verstand. Logica heeft een broodje gezond verstand. Nou, dan ga ik hem ook nog heel eventjes opslaan. Want mocht het dus zeg maar fout aflopen met ons, dan kunnen we dus zeg maar terug. En zoals je dus nou in het safe vakje ziet, zie je dus zeg maar dat we daar al zeg maar met onze vieren zaten. En tot we Garnet al bevrijd hebben. Maar ja, het probleem is, de kwaliteit was niet goed. Dus ja, vandaar dus zeg maar dat ik een re-opname doe. Dus een re-recording. Want kwaliteit is natuurlijk heel belangrijk, zeker bij dit soort spellen. Dus, en dan had ik ook de vraag gekregen of ik meer RPG's zou willen gaan doen. Oh, by the way, als we random encounters tegenkomen, laat ik eventjes de nieuwe aanvallen zien. Want ja, meneer Roesbak die kent nou dus zeg maar de nieuwe aanval. En de Towler kent de nieuwe aanval. Maar ja, er was dus mij gevraagd of ik ATE eventjes kon laten zien. Orchestra in the forest. Oké, okay, oftewel geluid en muziek in het bos. Oké. Okay. Maar ik ben dus wel van plan om meer RPG's te gaan doen. Maar net zoals altijd met variatie. Dus het is niet zo dat we hier gelijk weer een RPG na gaan doen. Oké, laten we leven in deze plaats blazen. Ja, laat onze muziek het vechtwerk doen tegen deze monsters. Dit zal moraal geven. Dit is geweldig. La 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 la. Hey, niet slecht. Dat dacht ik ook. Ik ga eens eventjes een rondje lopen om eventjes te kijken hier buiten. Let wel op, we zullen zo weggaan. Oké. La 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 la. Wat een blije gupjes zijn het toch allemaal. 100% blije gupjes. Blijegupjes.nl. Nu in de winkel verkrijgbaar. Niet te verwarren met andere dingen. Oké, wat hebben we hier? Hier zijn we nog niet bij. Dude, ik wou er niet naartoe! Ik wil gewoon hier. Ja, waar is dit? Oeh. Ik vraag me af waar deze rivier naartoe gaat. Volgens mij vragen wij ons af waar deze rivier naartoe gaat. Spannend. Oké, nou. Verder zit hier dus niks. Oké. Dan lopen we gewoon verder. Niks mee te doen. Leuk, een meertje. Nou ja, meertje, het is eigenlijk meer een plas water in een boomstronk. Geen gezicht. Er zijn hier geen monsters in de buurt. Dat is mooi. Staat hier wel een Moogle heel erg verstoppertje te spelen. Een meertje. ATE. Doe wat ik zeg of zeg wat ik doe. Iets in die trend. Hey, weet je dit zeker? Ja, maak je geen zorgen. We zullen hier zo weg zijn. Hier, neem deze kaart. Het zal een lange weg terug zijn naar Lindblum. Oké, ik zie je straks wel. Ik reken op je. Oké, dus Blank wordt weggestuurd met een kaart. Spannend om te weten. Nou, het voordeel is zeg maar, dit water kun je oneindig drinken en het zal al je HP en MP, HP voor health points en MP voor magic points, herstellen. Geen status effect, maar wat doet status effects komen later op. Maar laten we eens even met deze Moogle gaan praten.
Kan ik je helpen? Ja, natuurlijk. Doe eens even Mognet. Ik heb een brief voor je. Een brief? Wat leuk. Eens even kijken. Ik denk dat Queen Brain ergens mee bezig is. Maar ik denk dat Prinses Garnet ook ergens mee bezig is. Misschien gaat ze snel weg met een prins op het witte paard. Of misschien is het maar mijn verbeelding. Prinses Garnet? Is hij niet... Nou, laat me zitten, Koepo. Oké, nou, en als je dat nog een keer doet... heeft hij een brief gekregen van die stilleken? Van diegene die er zeg maar rondhuppelt. Ik zit in een verrekoude plaats. Verre Nederlands en Engels door elkaar heen, maar dat maakt niet uit. Het is heel erg raar, want het was niet zo koud toen ik hier de laatste keer kwam. Maar ik denk waarom dit de reden is dat ik aan het reizen ben. Om nieuwe dingen te ontdekken. Maar goed, ik ga hier snel weg voordat ik hier vast kom te zitten in het ijs. Een koude plaats. Oeh, ik weet waar dat die is. Ja, leuk voor je. Maar ja, dat is dus eigenlijk... wil jij nog dat ik een brief toe bezorgen? Nee, jij wil niet dat ik een brief... Nee, ik hoef geen tent te hebben. Dus, nou, wat ik basically altijd hier eigenlijk doe... deze meter hier. Als je doorloopt, kom je namelijk bij een baas terecht. Maar deze meter die gebruik ik eigenlijk altijd om te farmen. En aangezien dat ik... ik denk altijd zo rond level 5 of iets in die trend... Maar dat wil je zeker halen, dus... Maar ja, we hebben hier nou twee nieuwe vijanden, dus kan ik eigenlijk mooi eventjes de nieuwe aanval laten zien. Nou, aangezien dat dit er twee zijn, laten we eerst die even van de zouden zien. Die kan nou een Thunder aanval. En mocht dat niet genoeg zijn, dan zien we dus zeg maar hier tot... Roesbakkie, nou Fire, een Thunder kan gebruiken. Dus die kan nou een Thunder zwaard gebruiken en een Fire zwaard gebruiken. Wat enorm effectief is tegen onze baas waar we dus dadelijk tegen moeten gevechten. Want dat doet enorm veel schade. Dit was een behoorlijke overkill. Maar ik wou het toch heel eventjes laten zien. Dus, nou. Met dat gedaan te hebben, denk ik niet dat we nog een nieuwe vijand tegen gaan komen. Dus komen we op het moment dat we de status effecten gaan krijgen. Zal ik dat heel zeker laten zien. En op dat moment ga ik nu heel eventjes farmen. Dus ik zie jullie in een seconde totdat een van onze karakters op level 5 is. Tot zo. Ik draai nu. Oké, hier gaan we al. Oh, hier hebben we toevallig een nieuwe vijand. Dat komt er heel erg goed uit. Dit is het vijandje waar ik het over had. Deze kan een aanval doen genaamd Pollen. En die doet hij nou toevallig. En Pollen zorgt ervoor dat we dus zeg maar verschillende karakters dus, zeg maar, met een darkness zitten. En darkness is nogal heel vervelend, want dat zorgt er juist voor tot degene die melee aanvallen doen. Dus met een zwaard slaan bijvoorbeeld of klap proberen uit te delen. Dat die heel erg snel zullen missen. En Tuilig heeft nog maar 5 HP en dat is eigenlijk niet goed. Eidropsie zorg ik ervoor totdat dus zeg maar gecured wordt. Taule die heeft het op dit moment ook, maar die gebruikt magische spreuken, dus die hoeft gelukkig geen Eidrops te gebruiken. Want die gebruikt magische spreuken, dus het probleem hebben we gelukkig niet. En je zult ook zien dat er dus zeg maar zo'n icoontje bij staat, want deze gaat gewoon door met verder met gevechten. Dus de enige manier om er vanaf te komen is om een keertje te rusten of Eidrops te gebruiken. Nou, ik zie in ieder geval dat we eventjes HP en MP moeten vullen, aangezien dat de Taule een behoorlijke oplawaai heeft moeten doorstaan. Dus dat is nou geheeld, maar ja, het status effect staat er nog steeds. Maar zoals ik al zei, de Tauler die gebruikt magische spreuken, dus we hoeven ons geen zorgen te maken over darkness bij de Tauler. Dus Tauler, sorry als je dit zit te kijken, maar darkness, ja sorry hoor, ik kan er weinig aan doen. Ik geef even verder met farmen, ik zie jullie in een seconde. Oeh, dit is iets nieuws en vervelend. Een back attack. Een back attack is namelijk het nadeel... Op het moment dat het gebeurt zal je order helemaal verschillend zijn. Dus degene die vooraan staan, die doen nou, staan nu achteraan. Dus die doen nou minder schade en ontvangen minder schade. En degene die achter staan, die staan nu voor en die doen dus nu meer schade. Dit kan nogal heel erg vervelend namelijk zijn. Aangezien dat je ook als laatste aanvalt. Dus mocht zoiets gebeuren, dan sowieso sta je met een leeg balletje. En moet je dus wachten voordat je eindelijk een keer mag aanvallen. En het kan nogal vervelend zijn. Maar goed, we hebben ze verslagen. Tuurlijk awesome vuuraanval. Ik wou zeggen geweldige vuuraanval, maar ik verspreek mij weer. En hij heeft het toevallig ook geleerd. Dat is handig om te zien. Die redt natuurlijk weer de dag. Nou, waarom dat dus zeg maar nou naar boven speelt. Op het moment dat je dus zeg maar een battle doet, krijg je niet alleen maar experience, maar je krijgt ook ability points. Nou, ability points, die zorgen er dus voor dat jij je spreuken en stats en alles gaat leren. Zoals de Taule nu Fire helemaal door heeft. Dus nu heeft hij geen item meer nodig om Fire te kunnen gebruiken. Zou ik deze bij wijze van spreken nu weghalen, dan kan hij geen Thunder meer gebruiken totdat hij hem helemaal geleerd heeft. Zo werkt het een beetje. Dus ik denk dat ik, ja... Nog één leveltje voor één persoon is genoeg, dus ik zie jullie in de seconde.
Oké, ik denk dat ik nou ondertussen wel een beetje genoeg heb gefarmd. Ik ben level 5. Leroy en Taule zijn al level 4, maar die zijn op zich al sterk genoeg van zichzelf. Dan vraag ik mij af, kan ik alvast iets nieuws equippen? Let op het, nee. Wrist is nog steeds hetzelfde. Die hebben we ook nog steeds hetzelfde. Daar hebben we nog niks voor. Ja, jij moet nog zoveel ability points hebben. Dat is vervelend. Ach ja. Nee, we gaan het er gewoon maar hiermee doen. Ik denk dat we hiermee wel goed zitten. We hebben nou net zeg maar hier ook weer geheeld. Dus ik denk dat ik jullie in de volgende aflevering mee ga nemen naar de eerste boss battle. Dus heb je nog vragen over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, leukste momentjes zijn ook altijd welkom. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik wil jullie enorm bedanken voor de support die jullie me zover hebben gegeven in deze serie. En ik hoop dat jullie ook nieuwsgierig zijn naar de eerste boss battle die we gaan krijgen morgen. Dus ik hoop jullie het nog allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen bij een boss battle. Denk ik. Hoop ik. Zal wel goed zijn. Oké. Dus tot morgen jongens. Doei!